Drenthe plat, daar ben geen woorden voor. Plat, plat, Drenthe plat, beken nou maar eens kleur. De tol van mijn moe is de tol die ik brot. Ik denk ook niet dat ik mijn Drenthe verlot. Plats, plats, Drenthe plats. Mijn hart klopt als de Drenthe gaat. Ik spreek al die tol als jochie op school. Het klinkt als muziek in mijn oren. De meester die zei, praat maar Hollands, ben jong. Maar het reisje mij beter bekoren. Waarom zeg je van weg als den keurig met wezen? Het klinkt zoveel mooier in plat. Waarom zeg je van licht als je logie bedoelt? In het reis is mij duidelijk zat. Plat, plat, Drenthe plat, er ben geen woorden voor. Plat, plat, Drenthe plaats, beken nou maar eens kleur. Een mug is een neefie en een vlieger een mug. Een kip is een kieper voor mij. En ei op de rommelmarkt graag strunen macht, dan kun je er vaak hosten niet bij. Een vrouw is een wifi, een meisje een wicht. Een borrel en zeupin, o man. Het dreins is de tol waar ik het meeste van hou. Dat ik brood er zo lang als ik kan. Plats, plat, Drenthe plats. Er ben geen woorden voor. Plats, plats, Drenthe plats. Beken nou maar eens kleur. De tol van mijn moe is de tol die ik brood. Ik denk ook niet dat ik mijn Drenthe verloot. Plats, plats, Drenthe plats. Mijn hart klopt als de Drenthe gaat. Plats, plats, Drenthe plats. Mijn hart klopt als de Drenthe gaat. Ik ben me gewoon boeren Kelly, doet er al de velden. Ik vertel gewoon de dingen wat ik zo dagelijks beleef. Jaarleden, toen we trouwd werden, toen hadden we een mooie spandoek in huis. Stond met dikke letters op. Niet storen, pas getrouwd. Mijn zoon is van jaren van leden trouwd. Ik zeg tegen de vrouw, ze kunnen ook spandoek verleend hebben. De vrouw die kijkt me aan, die zegt dat hij niet goed naar de tekst keek. Oh, dat hou ik niet. Ik ben in de rum gaan, ik heb eens even gekeken, er staan er met dikke letters op. Je mag ze wel storen, want ze deden het al van tevoren. Ja. En als je wat ander wordt volk, dan denk je ook wel eens, verstand ik nooit had. Nee, dat hebben alle leerder. Ik ben nu zo wie de jongen hebt al. Het werk werd eerder besteld, de dol. En ik heb maatschap met mijn zoon. En mijn zoon bestelt me het werk nu. Oh, en dat mag ik mij ook. We hebben nooit geen trammel aan, ik doe gewoon wat ik zeg. Jo. Van Summer leggen ze een mooi buddy, al regelpolies. En dan vind ik zo mooi, als je verdrenten bent, dan moet je dat ook nog goed leggen wat je bent. Maar dan lag een buddy al regel Paul, die ik zelf bij hoe schadder dacht. Nou had ik ze beter in het wald slingen kunt. Hij zegt tegen mij, zegt pap, zeg hem ook toe, maar wat had hij voor doop me heet. Ik had Holly zong. Dan heb je door een camping door vlak bij ons. Ik kreeg al meer van die campings hier. Hè. Ja. Oh, je weet toch nog hoe. Ja. Ja. Enfin, het is een camping vlak voor thuis. En ik ben de moe met al die zorg, komt er een van de camping af, vervelen ze natuurlijk stierlijk. Ik had zijn buurt, hè. Hij stond en toen hij bij me zei, al die zorg, ja, al die zorg. Die zegt, je hebt mooi bit. Ja, mooi bit. Ik denk, die man die kan wel eens boer worden.
Ja, dat doet boer ook, die drum. Die is mooi met je, maar dan hoort ze wat van je lin. Ja. In later komt een Duitser aan. Ik had trouwens nooit gezien dat een Duitser was, hoor. Wil ik graag een gesprek met doen? Een pakje sigaret naar de bus. Hij zei, Pieter, schoon. Ja, ze hebben een beetje hartstikke schoon. Hij keek mij zo beroerd aan. Hij zei, wat zagen ze hier? Ik zei, dat kunnen we zien, man. Had iets van 20. In Londen komt een Amerikaan aan. Hij zei, jongen, zeg, wat hebben jullie toch een prachtige vlag. Die rood, witte, blauw. Is schitterende kleuren. Zeg maar, scherp hoe de drum. Zeg, als ik naar die vlag kijk, dan denk ik altijd aan de belasting. Hij zei, hoezo? Zeg, we storten altijd in troot door de belasting. Maar daar slaat een kreeg voor je wit op de neus en je kunt je blauw betalen. Als zei die Amerikanen, dat heeft nog niks. Ze zegt, wij zien er nog sterretjes bij. Ja. Maar hij daar zo tegenover zijn camping woont, volk. Hartstikke mooi. Die stedeling die heeft van die apathie din. Zo vrijdag soms, en hij wat wiet in het seizoen komt, dan gaat de keels weer in het werken. De vrouw die blijft op de camping. Die komt dan zaterdags weer. Vrijdag soms is er ook feest op zijn camping. Ja, dat loopt dan wel eens hoe de haan en zo. Wordt ook niet besproken, dat begint zo. De vrouw en ik, we gaan dan ook volgens mij die hoe lopen. Wij lopen vaak niet wit, maar we komen in de kantine terecht. Het is één keer gebeurd, zitten drie vrouwen. Die zitten er al zo mooi op krukken, hè. Hartstikke mooi. Soms een muur of negen en om 12:30 zijn ze nog. Ze kunnen nog zitten. Met het hiertoe hebben ze besloten om naar de tent in te gaan. En ze loopt er al drie morgen geërmd over die camping in. Ze moeten elkaar goed steunen en midden op de camping in donkerhoek. Strompelen ze door zo ineens. Ligt een dronkel. Echte stedeling. Die ene zegt, het is mijn man niet. Die heeft niet zo'n oren. Nee, zegt die andere, het is mijn man ook niet. Die heeft niet zo'n neus. Die dader, die rolt hem onderste boom. Dat is die gulpilaar. Die zegt, het is niet eens een van de camping. En hey, volkje, ik woon nu in de Nebo. Ja. En dan nu van zeg maar, dat is een boer killing in de Nebo, hè. Bevalt me daar hartstikke goed. Hartstikke bij. Wij woonden trouwens ook hartstikke mooi. Wij woonden op zijn hoekje. Aan één kant hou gewoon volk wonen. Of woon je ook in zijn buurt. Ja. Ja. Maar dat klopt wel. Aan de andere kant hou van de biologisch dynamische lui. Ja, ho, ik heb niks op de volkje tegen. Maar helemaal niks. Maar ze heeft heel andere ideeën dan wij, hè. Zodat alles mooi gruiden en bluiden. Alleen de honden en de katten, die laten ze bij ons ook gezond schijnen. Dat had je niet voor mogelijk, hè. Als ik s'nachts laat weer kom van een feestje of dit of dat, of ik ga smerig vroeg weg, dan loop al die verliezen met z'n honden te vinden. Wat heeft ze dan druk met? Wat is dat makkelijk dat je in het veld woont? Doe de katten en hond die zelfs van dat is zo, ik weet wat. Hartstikke makkelijk. Van vuur maal op merk ik voor voet. Voor zo'n auto stappen komt er ook weer een met zijn kleine hond in aan. Hij zegt, belangrijke dag voor u vandaag, hè? Ja, dat kan wel, jong. Hij zegt, weet u niet wat dag het is? Ik kan praten. Nee. Hij zegt, het is toch biddag voor het gewas? Oh? Hij zegt, doet u daar niet aan mee? Zeg, nee, wij doen het met de stront en kunstmest en de beloog. Loopt er ook een met zijn honing. Die mannetje, daar kun ik hartstikke bij zijn, mannetje. Hartstikke mooi, mechelse herder. En met die hete dorgen van het zomer, hè. Even door de staart gekupeerd. Ik zeg, hoe kun je dat nou doen, man? Ik zeg, ik meen al die dierenvriend, want... Hij zei, dit is een geruide hond. Ik ben hartstikke wees met die hond. Die kwispelt staat alleen voor mijn schoonmoeder. Ik denk, dat zou ik hem afleren. Ja. Laat er ook al eens een vrouwtje mijn hond. Je weet toch, die de keer wel bij wel hoort, want in het weekend loopt de kerels er met. Maar de vrouwtje loopt in het weekend ook met honding. Is gescheiden. Komt meer voor.
Kerlief, hartstikke plezierig. Kerlief was dat niet, maar die ging van bloem tot bloem. Dat ik begreep wat ik bedoel. Meisje begonnen dat te vervelen en toen woont ze dan alleen met Hondi. Moet ik zo'n praatje met haar, ik zeg, wat heeft het Hondi? Draait al zo'n roer in tronen. Ja, zeg, ik heb hem gecastreerd. Huh? Zeg, waar was dat nou weer goed voor? Ja, zeg, dan blijft hij beter in zijn territorium. Zeg, ga je man doen moet. Ja, dan valt je er dan zo uit, hè. Maar oh mensen, wat is er een stuk meer te beleven in zijn nijbouwers bij ons in het veld. Er woont 9 boeren, dus die zeuren al die over het weer en zo. Hè. Ik ben er ook aan afhankelijk natuurlijk. Maar is een nijbouwers veel mooier. Oh mensen, wat een stuk mooier. Er woont ook een vrouw die 40 jaar wil ook zo graag een kind. Bent van zomer mooi met de buurt en barbecue. En hij er altijd van die mensen bij je bekje lussen. Wat ze zitten seksen. Maar hij kijkt mensen zo aan en hij zegt, kijk die toestig uit. Hij zegt, hij kan wel in verwachting wezen. En dat wordt mensen ook graag. Gaat aan de door direct in de hoesarts. Ja, de hoesarts die kent de klanten ook wel. Hij denkt, niks geen gezoos, ik stuur het direct door naar de gynaecoloog. De gynaecoloog die onderzocht werd, hij zegt, mevrouwtje, u in verwachting. Hij zegt, u bent nog maagd. Bent u eigenlijk wel getrouwd? Zeker. Als we de derde keer. Wat, zei die gynaecoloog, als we de derde keer getrouwd en dan nog maagd. Ja, hij zei, dat zou ik je vertellen. Ik ben eerst met een fotograaf getrouwd geweest. Die heeft niks aan doen als kijken. Hij zei, toen ben ik met een violist getrouwd geweest. Poeh. Wat zit een violist tussen de mensen? Ja. Ja. Maar dat klopt wel, je hebt niks aan alles strikken. Die zeggen, nu ben ik mijn aannemer trouwd. Nou en, zei de gynaecoloog. Ja, zeg, die wil de volgende week aan begonnen, heeft hij mij beloofd. Ja, ja joh, zo bij ons in de nijbouw, dat zeg ze wel eens een rolde vergrijste zaken. Dat moet ik nijbejaarden hoes krijgen. De kokstichting hebben wij, met de vijver af en de ziel, de fabriek. Wij woont vlak bij de wenning, Nijbejaardenhoes. Van zomer, ik ben mooi in de tuin aan het werk. Heb ze van de wenning een mooi baakje bij ons voor thuis en zit. Zitten 2 kerelies op van hun, bij de 80 jaar. Ik ken het wel, hè. En ze pruten zo hard, hè. En ik moet achter de coniferen in de tuin. Ik denk, nou, die beren die redt nog van door. Zo niet wordt stil. Ik denk, zult wel in de wind. Maar ze ook kerels, hoor. Dat bleek net als jong kerels ook. Het was in die warme dag. Geet er zijn vrouwtje langs. Heel sporadisch gekleed. Alles wat ze haar kun je hard zien. Loopt zo bij die kerels bij het bankje langs. En die beren die hullen stil. Kijkt er zo naar. En het meisje was al heel eind weg. Toen zei de een ding de ander, God zeg, wat zul ik die toch graag? Verriep zeg, hoe heette dat dan maar weer wel vroeger zo mooi van? Ja, dat wordt wel minder. Wij hebben ons ook nog jong gezin wonen, hoor. Gelukkig wel. En als ik nu bij huis aan het werk ben, dan komt er altijd zo'n jachtje bij me zetten, hè. Kelly kan zo mooi tuten, hè. En wij kunnen toch heel best met een beiden worden. Van die lang mooi tuin aan het werk, ik zeg, mag je wel helpen? Ja, hoor. Knoer al wat bij me. Net zolang hij zegt in mijn buurman, zeg, oma, zeg, ben je van papier? Ik zeg, oma's van papier, mijn jongen, kun je door op mij? Ze bent gewoon van vlees en bloed. Huh? Geet weer een spul. Een later komt eraan, hij zei, buurman, zeg maar, mijn oma is dan ook niet van karton. Ik zeg, hoe kun je daar nog bij? Nou, zeg, oma die komt de lijst op fiets aan en mijn pap die zag eraan komen, die zei, oh heer God, zeg, dan komt je al duur zo weer aan. Je kinderen kunt zo mooi op de hoek komen.
Lees, zegt hij mij, ik heb ook weer wat nijs. Ja. Hij zegt, juffrouw, die heeft op school ook gevraagd als wij verschil wel wussen tussen moedermelk en vlissenmelk. Nou, en? Ja, zeg ik, dus die heeft niet zeggen. Was geen één zeggen die het wist. Net zolang de juffrouw, die zei, weet dat nou niemand van jullie? Dan heb ik de vinger omhoog gestoken en zei, ik weet wel, juffrouw, maar ik durf niet te zeggen. Want ik ben bang dat ik straf krijg. Nee, zeg, je krijgt geen straf, dat het maar. Nou, hij zegt, moedermelk, hij zegt, dat kun je vervoeren in trein, bus en taxi. Moedermelk wordt nooit zuur, blijft op dezelfde temperatuur. En de kat kan er niet bij. Hij zegt, de man wil gek op de verpakking. Ja. Van summer direct naar de grote vakantie ging in school. Ik zei, ben je blij met jou dat je in school mag? Hij zei, meester is al iets jarig in de grote vakantie. Hij zei, aan de eerste dag, dan leest meester een mooi verhaal voor. Hij zei, verder voor de dag, maar allemaal zelf weten wat je doen wilt, als je in school blijft. Nou, ik zeg, veel plezier met jou. Ik had gezonder nog niet af, want ik was er met het muiden. Ik had er nog niet af, komt jongen erover aan. Ik zei, wat nou, mijn jongen, ben je vrij? Meester heeft me droet gestuurd. Zo, hoe kun je dat nou klaar? Ja. Hij zei, meester, die vroeg ons als wij wel wisten hoe oud of meester was. Nou, en? Ja, hij zei, dat was hij. Die zei, meester is 65. En ander had over 57 en 58, net zolang zei ik, stak de vinger omhoog. Zei, meester is 42. Hij zei, dat klopt. Hoe weet jij dat ik 42 ben? Hij zei, ik heb een broer van 21. Hij zei, dat is een half idioot. Ik weet niet hoe het bij jullie is, volk, maar hij bij ons een nieuwe schoolmeester kreeg van de politie of wat dan ook. Hij moet proberen, hè. Nou, eerlijk weten. Wie bij ons hier al een nieuwe dominee kreeg? Nou, die heeft het ook weten. Kom op een zonnigmorgen van het bedrijf. Kom bij huis. Mijn vrouw die zegt, wat giet er vanmorgen een stuk meer volk in de kerk als ons. Oh ja, ja. En hoe komt dat, hè? Is dat wat bijzonders? Ja, zei een nieuwe dominee. En die woont ook nog vlak bij ons in de buurt. Ik zei, nou, dat is mooi nodig. Maar die jonge dominee die zag het volk ook rezen. Mannetje, die was pas trouwd, wordt er hartstikke zenuwachtig. Zijn vrouw die zegt, als jij de eerste die zo zenuwachtig wordt. Hij zei, daar ga je de mist in. Dat moet je wat aan doen. Ja, dat had ook wel in de gaten. Hij ging naar de oude dominee. Kom bij de oude dominee op de stoep. Hij zegt, zo is het geval. De oude dominee. Hij zegt, kom erin, mami, jong. En ze gaat met een bed naar de voorkamer in. De oude dominee nam ook nog even een fles Franse cognac met twee glazen. Ja, van die grote jokkels, hè. Ze heeft de hele preek in de deur lopen met een bed. En toen heeft ze drie van die grote achterover geslagen. En toen op de kerk af. Iedereen die was ervan overtuigd dat ze best met bed worden kunnen. Ze pruten als brugmans. Kerk, deze was afloop. Het volk was ook tevreden. Wat hadden ze een dominee? Wat kunnen dat? Kun je niet kletsen? Toen de dominee dacht er eens over. Hij zegt, je hebt een paar foutjes gemaakt, of ik je moet wezen. Hij zegt, in de eerste plaats, dan trap je naar de preekstoel. Dat is 6 treden, dan moet je nooit weer in 2 keer doen. In de tweede plaats, hij zegt, kan je even allemaal gewoon door, hou me niet in de kont schub, zoals je zin. En in de derde plaats, hij zegt, ieder gebed, dat eindigt met amen en niet met proost. Ik dank u wel. Vroeger ging men met de brikken op pad, de keugjes die lang achterin. Aanden die kwam met de snikken naar stad, zwinters op de scheuvels misschien. De koene die redden de schoorsten te bladen en de keugjes ze schroden voor 10. Als donderdagsmark is in Meupel, daar gaan we boeren naartoe. Met varkens, met kun ja een kuppel en prijs halen dat doe af en toe.
Als donder dat smark is in Meupel, dan stoppen wij even met werk. We pakten de bus of de fiets en we gaan naar de Meupelermarkt. De vrouw nu die trekt er geregeld op af en snuffelt dan rond op de wiem. Ze stikt er de neus in andermans stof, de lappies is vaak een probleem. Die geel is ze mooi en die kik is die rode gluf, toch dekt die blauwe maar nu. Als donderdagsmark is in Meupel, daar gaan wij boeren naartoe. Met varkens, met kun je een kuppel en prieshaan, dat doe af en toe. Als donderdagsmark is in Meupel, dan stoppen wij even niet waar. We pakken de bus of de fiets en we gaan naar de Meupelermarkt. En is er genoeg met de priesende zout en iedereen heeft in gerak, dan wordt er al gauw een café gesjouwd waar een burrel mirakel best mak. Ze drinkt zich niet zat, met Schiedammer nat, steed heel goed bekend bij de boeren van Twold. Als donderdagsmark is in Meupel, daar gaan wij boeren naartoe. Met varkens, met kunja en kuppel, en prieshaan dat doe af en toe. Als donderdagsmark is in Meupel, dan stoppen wij even met werk. We pakken de bus of de fiets en we gaan naar de Meupelermarkt. We pakken de bus of de fiets en we gaan naar de Meupelermarkt. Ik stop ermee. Roel, wie fietst op een tandem? Ja, dat weet ik wel. Of hij dat nog niet zien als een tandem was. Ja, maar als je op een tandem fietst, dan kun je zomaar niet instuur tegen de boom zetten. Jawel, hoor, dat kan best. Ik ben er zat van, ik ga niet weer ermee. Roel? Ja? Wij doen mee aan de fiets vierdaagse. Oh, hier bouwen. En wij fietsen nog maar 3 dagen. Dus wij moeten nog een dag. Mm. En dan erbij... Er staat hier volk zat volgens mij, maar er is hier geen stempelplek. Dus je maakt me gauw dat je weer op fietsen komt. Ja, nou, dat zal allemaal wel winnen, maar ik ben er dikke zat van. Dus na de zomer, maar weer bent en dinsdag ben we al begonnen te fietsen. En toen ben we naar Zuidwoldewest. En woensdag ben we naar Wiesterwest. En vandaag ben we hier in Westerbork en ik ben er dikke zat van. Ik doe niet weer met, ik bekijk maar. Je wilt mij toch niet vertellen dat als je gisteren op de FAM niet genoten hebt? Nee, ik vind er niks aan. Nou, het was hartstikke mooi, volk. Het was prachtig. Dus eerlijk waar, hè. Er was een meneer en die heeft ons de hele FAM... Maar er was helemaal geen meneer. Er was Roef Weits van Ubel. Die ken ik wel. Ja, maar dat maakt niet uit, Roel. Als zo'n man daar op de FAM is en die is in functie... Huh? Dan heet hij zo'n dag meneer. En dat is werkelijk, volk. Hij heeft ons alles laten zien. Alles. En er is wat te zien op die FAM. Alle soorten huisvuil hebben we zien. Werkelijk. Gewoon vuil, grafvuil, gemiesvuil. Allerhande soorten. En het komt allemaal gescheiden aan. Ja, ja, het komt er gescheiden aan. Maar zo gauw als het er is, en dan kwakt ze het op in de bult. En ze doet er zand en gruis over. En door hem over FAM-baring. Dat is helemaal niet waar. Wel. En dan erbij. Iedereen is gek op de compost die van de FAM komt. Ja, wij komen in de gemeente bellen. Dan is iedere zaterdag in het jaar kun je gratis compost halen. En dat is werkelijk waar. Riet die zaterdag maar eens de bijl, ne? De straten van Wiester tot aan de andere kant de bijlen voort. Ben allemaal hartstikke zwart. En dan zit ze te schelden op die FAM.
Ik vind het een vies gedoe. Nou ook met die groene en die grijze containers. Zei die ook? Ja? Nou, dan begon smaandens al weer drinken. Smaandens al een kop koffie. En dan moet je eerst met de bloot aan, moet je dat vieze koffiedek, u dat filter die halen. En dat moet dan in die groene container. En dan moet dat filter die moet in de grijze container. Nee, dat hele haan dat hier maar vol zit. Ik vind dat vies. En dan ben je zomerdag. Dan die groene, hè, die loopt bij ons vanzelf naar de weg. Hoe niks aan te doen. Nee, ja, ik heb geen zin meer, hè. Ik doe niet wieder. Ik ga niet wieder met. Roel, ja? Wij zult nog wel wieder moeten. Nee. En dan erbij dat gezeur. Wees maar wat blieder dat als ze van de fan bij u komt en de rot zo ophaalt. Stel je voor als ze niet kwam. Ze heeft nu al die al een dikke band achter thuis. Dat is niks van ons. Dat is van jouw vreemde, dat is niet van ons. No, niks. Nee, Roel, het komt allemaal weer goed op de fam. Als straks die nieuwe fabriek breidt, hè, want ze bouwt een hele grote fabriek, hè. Ja? Ja, en toch wel zinig is dat. Ik heb niet zo goed. Ze heeft piepen zo groot, hè. Dan kan ik alleen wel deur. Zulke grote piepen ben je. Ja. Eeuw, hè? Ja. Mag het wel geloepen zo groot weer. Nee. Maar ik doe niet wieder, want ik wacht wel op de Radio Cabrio, die komt straks. En er was van man op Radio Drenthe, ze zijn er mee een oranje vlagje aan de fietsen doen. En dan haalt hij zieke en muie mensen op. En ik ben weer die zieke en muie. Ben je zo dom of? Nee, ik ben niet dom. Roel, Radio Cabrio heeft niks met muie of zieke mensen van de fietsvierdaagse te maken. Ah, nee? Totaal niet. Nee? De Radio Cabrio, dat is een auto van Radio Drenthe. En die rit tussen de fietsende mensen deur. Yeah. Die stopt daar, die doet wat quizjes met de mensen. En dan kunnen ze tien en aan de winnen. En Cabrio... Kun je ook wat winnen? Ja. Ook Bogie van Jans Polling? Ja, natuurlijk. Oh, doe met. Er werkt nog wel een Bogie. En Cabrio, dat betekent lus dak. Lus dak? Ja. En dat heeft niks met zieken en muur gegeven. En dan ja. Maakt ze de radio-uitzending met ja, luisteren. Ja. Maar er wordt niks. Ja, er kan nooit wat van. Als het slecht weer is, dan heeft die hele boel. Nee, dat wordt niet waar. Nee. Nou, zie, nu maar naar je op fietsen komt, dan gaan we weer. Want fietsen is hartstikke mooi, volk. En deze fietsvierdaagse... Gezond, zegt die vrouw. Ja. No. Deze fietsvierdaagse, die staat in het teken van het milieu. Want hij fietst, hè, dan hij veel meer deel aan de natuur. Dat is eerlijk, hoor. Hij op de fietsen zit, dan kun je genieten van de flora en de fauna langs de kant van de weg. En hij fietst, dan zie je elk spinnegie in zijn webbegie. En hij goed stil bent op de fietsen, dan kun je de stilte in de Drentse natuur heuren. Wat een gekwezen! Maar schat dat huid, de flora en de fauna. Als ik gras tussen de stien heb, dan zeg ik Timmy, je moet er eens bij met de spuit. En een spinnegie en een webbegie, zeg je? Ja. Als ik spinnenkap met de kamer heb, hak ik drek bij met de plumo. Ja, want we hebben de boel leeg onder de zolder. Ik kan met de plumo wel afkoeven. De girafenbollen bijt hem. En dan de stilte in de natuur, ja, zeg je? Ja. Ja, ja. Met 30.000 mensen op de fietsen en hoe gekwezen voor mij aan zeker hadden we. Nou, zat nog maar op fietsen. We gaan richting Bijlen. Daar is nog een stempel plekken. En daar heb ze ook wel koffie en zo. Heb ze nog wel een krentenbrood. Staat nog op fietsen en maken we dat pauze. Hup. Nee, doe ik niks. Ik doe het niet. Ik wacht wel. Ik wacht nog wel. Ik zeg het intiem. Ik zeg, hou, bij Westerbork. Ben daar vuur. Daar ben je Arvel de zo'n beetje. Ik zeg, dan moet je met busje komen. Wat? Ja. Zit er pas de tandem precies in. Vlak bij Westerbork in stempelplekken stappen wij hem uit. En daarna fietsen wij nog een eindje. En dan doen we hem weer in busje. Ja, ja. Ik zeg, want ik wil wel zo'n medaille hebben. En ook een vlagje en zo. Dat doen we maar. Ik denk toch niet dat ik een fietsen in busje. En dan zeker aan de kade van de weg stond. De wagen, busje komt zo. Nou ja, dat mag niet. Gewoon niet. Niks, dat doe ik niet meer. Worden mij bij trouwens sokkertassies en ik een sokken. Dit is milieubewust, zo'n tassie. Ja. En waar zie ben, heb, dat liep namelijk zo. Twee van die plastic gewoon, tassen naar je bent gewoon twee putten, een van de boer en een van de Aldi. Je kunt ook dat maken in deze tijd. Dat is veel makkelijker als hier, want hier moet ze vanavond uitwassen. Ik gooi ze gewoon aan de kant van de weg in de sloot. Ben hier allemaal kwijt, we moeten ermee zijn. Schaammeul. Weet je wat ze eens doen met? Nou? Lid worden van de plattelandsvrouw. Ik? Ja.
Tante Lid, wat, poeh, dat doe ik nooit. Bij de plattelandsvrouwen maakt ze hoe milieubewust. Huh? Ja, daar leert ze van alles van het milieu, hè? Ook van zo'n gedraagtassen en zo. Oh ja? Ja. En daar moet ik bij? Ja. Nou, reken dat maar niet. Dat reken me niet als ik bij de plattelandsvrouw nog had. Nou, ik zou niet weten waarom niet. Ja, dan kan ik toch zeker ook aan de kade van de weg gaan zitten, de kniepertjes bakken. Ja, maar dat doet ze, die plattelandsvrouw. Nu droef maar wat te weinig of ze zitten weer. En ja, echt wel. En het liefst met een man of zes. Dan zit ze door de kakel achter zo'n ding. En dan heeft ze ruzie over wie de knippertjes in de putties mag doen. Echt wel. En om geld heb ze ook ruzie. En intussen tiet haak ze kleertjes en die doet ze op een kop. Wel. Ze zit daar voor de folklore. Heb ze volkoren stoeten? Wie wat ouwe doet, Roel? We hond op de zeur, we zien dat we op fietsen komen. Fietsen we naar de eerstvolgende stempelplekken. Maar dan wil ik wel zingen onderweg. Dat liep mij veel mooier. Het wordt tiet ouwens met een instrument op pad gehad. Met zo'n domme baan, waar we altijd in deur met zingen. Het wordt tiet dat je zijn instrument leert bespeuren. Nou, maar dat kan ik wel. Wat? Ik heb een ukulele. Een ukulele? Wat? Oh, zo'n klein gitaartje. Oh. Maar dat kan ook niet spelen. Jawel hoor. En mijn mitsen. En mijn fanny lukt met de witte rurlikar. En mijn mooi lukt er achteraan. Stop. Meer ken ik niet. Ken je niet meer? Nee, in ieder geval ken ik maar. Ken je ook niet? Ik ken maar twee grepen op dat ding. Twee grepen ken ik maar op dat ding. En zo'n greep? Nee, jong. Oh, nee, ze hebben mijn wijze greep. Roel, kun je met die twee grepen niet vastgespeeld van Ria Valk of zo? Hoe van Ria Valk? Nou, zo van hou je echt nog van mij, rockabilly? Dat was een hartstikke mooie vastjes. Die gingen over verkering en zo. En die vent ook, die ging naar Amerika, nam alles mee. Dat is echt en over de liefde. Vind ik mooi. Kun je dat niet eens studeren? Goh, wat weet je dat je best? Wat? Van verkering en de liefde en zo. Nou. Je hebt nog geen verkering gehad, man. Ze hebben nog geen verkering gehad. Dus niet, hoor. Ik heb wel eens een jong gehad. Ja, één keer. Goh, wow. Zo'n klein geertje had ze. Zei er niks voor, zo'n klein geertje. En was het uitmaken, pak ze hem voor de boek, zetten ze hem voor de deur en de rust toe, zegt ze. En had ook een scherm op de brommer. Had dus niet. Wel eens. Hij had een scherm op de brommer, ik weet ook wel waarvoor. Dat was voor de wind, anders wij eraf. Oh. Ja, hoor, ja. Er gaat geregeld stemmen op in ons kleine land. Al die oude boerderijen toch zo lang als het kan in stand. Misschien dat de muiten weer is, misschien dat de muiten loont. Maar hij denkt er anders over, hij zelf in zo'n mirakel woont. Want bij ons op Runerwold staat van die oude boerderijen vaak de dochter en vaak kot. Geef mij maar moeie neeën, misschien dat grootsteedse mensen die al de huizen prachtig vindt. O, wie denkt er anders over, hij zelf de bewoner bent. Grote kamers vullen tocht, rheumatiek en jicht. Donkere stallen, weinig locht, onhandig in de richt. Bergen stof, dus vullen wark, voor een schone heert. O, wou daar toch maar eens vanaf, dat was ons vullen weert. Want bij ons op Runerwold staat van die oude boerderijen vaak het dochter en vaak god. Geef mij maar mooie neeën,
misschien dat grootsteedse mensen die oude huizen prachtig vindt. O, wie denkt er anders over, hij zelf de bewoner bent. Mensen uit de grote stad vindt die huizen prachtig. En wandelt ze bij ons langs het pad, vindt ze het er schilderachtig. Maar woon ze zelf eens in zo'n huis, waar ze de laf gauw kwiet. Want hun huis moet ze dan voldoen aan de eisen van de tijd. Ja, bij ons op Runerwold staat van die oude boerderijen vaak het ochtend en vaak koud. Geef mij maar mooie neeën, misschien dat grootsteedse mensen die al de huizen prachtig vindt. O, je denkt er anders over, hij zelf de bewoner bent. Ja toch, je zult er maar niet wonen in zo'n ding, hè? Wij zullen voor de eerste keer op vakantie met de vliegmachine. En Oostenrijk. En de wintersport. Nou, ik ben eerst in de dokter geweest. Man, wat was ik benauwd. Ik kon er niet van slapen en ik had hier een pijn op de borst. Ik kwam bij de old dokter die. Ik heb hem het hele verhaal verteld. Hij zei, Gerrit, voor slapen geef ik je wat potentiepillen met. Ik zei, had die dan verslapen, dokter? Hij zei, nee, Harry, zeg dat niet. Hij zegt, maar het wakker liggen wordt er wel wat aangenamer van. Ik zeg, en ik heb hier ook al zo'n last van opgesloten wind op de kop van de maag, dokter. Hij heeft mij wat beklapt en wat in de ogen gekeken. Hij zei, Gerrit, hier heb je een fles. Je gaat maar even met een hoes. Gooi vanmiddag maar even weer en dan moet je water in met hem. Ik denk, dat is een ander. Ik heb mijn best gedaan. Ik had zoveel in het flesje. Ik zeg tegen mijn vrouw Gees, ik kun jij ook nog wat? Nou, die had flesje ook even met haar. Toen was ze zowat half vol. Ik loop er met een boeten. Stiet toevallig hoe ze zich ook met stadium hoog. Dat ik ben met een flesje vol in het al dokter die hou. Ik denk, laat het door maar die sugar over maken. Ik geef hem het flesje. Hij zegt, Gerrit, ga maar even in de wachtkamer. Dan zag ik even nakijken. Ik ben er zo weer. Ik denk, ja, dat zou wel. Jongens, nog geen 3 minuten later, hoor, komt de old dokter hier weer aan. Hij had een papier in de hand. Hij zei, Gerrit, ik heb de uitslag. Moet je goed lusten. Hij zei, kijk, je vrouw is in verwachting. Je zit maar in de bok en je gaat maar rustig op vakantie. Ah ja, dat kwam zo. Mijn vrouw die haar een nieuwe Singer nijmachine kocht. En daar was een prijsvraag aan verbonden. En toen moest ze een slagzin maken. Ze zei, Gerrit, kun je mij die slagzin niet in maken? Ik denk, dat kan ik wel. Ik denk, ik haal het ook een beetje agrarisch, een beetje op zijn boerenfluitjes. Ik heb erin zet, wat een stier is voor de koe, is de Singer nijmachine voor moe. Eerste prijs. Eerste prijs. Vliegreis in Oostenrijk en de wintersport. Ik had toevallig ook nog een paar rollen planken op de zolder liggen. En ik had nog een paar rollen klompen in de schuur staan. Dek erop spiekert. Ik denk dat ik met een paar schieten. Ik heb met die schieten op mijn nek
Nou, Schiphol. Hoe, jongens, de broek die trilde mee aan de kant. Daar stond ze meneer met een mooi blauw pak aan, met allemaal gele streep. Maar hij zei, ik ben met jaren zenuwachtig. Ik zei, hoe, mannen. Hij zei, jongen, daar is niks bij. Hij zei, loop nooit met. Hij zei, kijk, je gaat zo die slurfdeur. Dan ga je rechtsaf. En dan ga je zo de vliegmachine in en je bent zo weg. Ja. Ik zei, nou jong, ik zie dat helaas. Ja. Hij zei, hoe zie jij dat dan? Ik zei, nou, ik ga de piepoet. En dan ga ik de hoekje aan. En dan ga ik zo de kist in. Maar we zijn wel in Oostenrijk komen, Volker. En dan moet je een boom, hè, met die schieten. Boom naar die Oostenrijkse berg op. Nou, dan kun je met een lift, hoor. Stoeltjeslift noemen ze dat, hè. Nou, mooi stoeltjeslift. Ja, zo'n bongel, hè. Zo'n knuppel. En dan moet je nog vlot weer, hoor. Dan moet je vlot weer. Maar nee, ik zag er nog zo'n knuppel langs, want er hing al iemand een broek aan. Maar ik ben wel boven, kom jong. En toen naar beneden, jong. Oh, dat ging mooi, dat ging stil naar beneden, jong. Zo van die Oostenrijkse berg af. Dat ging al harder en harder, hè. Oh, jongen, wat had ik de gang erin. Maar toen zo ineens, jong. Toen hadden we die Oostenrijkers daar zo'n klein paaltje in zet, hè. Met een body eraan, hè. Koerver hadden ze daarop geschreven. En dan wil ze hebben dat je afslaat. Ik denk, ik ben gek. Oh, ik had de gangen mooi in, jongen. Ik denk, ik ga rechtuit. Jongens, toen ben ik mij daar zo in sprei staan over zo'n perceel van die jonge Denne kom. Ja, nou snap ik wel, hoor, maar als die Oostenrijker zo goed jodelen kunt. Toen ik beneden was, toen kon ik toch, hoor. Ah, dat was onze wintersport. Dan binnen wij van de zomer, omdat het zo mooi warm was, binnen wij voor de eerste keer met een beiden ten strandwest. Geesie en ik. We hadden een mooi groot strandhotel. Met een grote kamer, met alles erop en eraan, hè. Ja, maar er stond nog een telefoon naast bedden. Daar loop een kamermeisje rond. Ze vroeg mij nog, ze zei, hoe laat wil meneer gewekt worden? Ik zei, oh, weg, dat weet ik nog niet, maar dan bel ik je wel op. Wij zijn de andere morgen mooi met een bijt naar het strand lopen. Het was een warme dag. Oeh, jongens, wat was dat draak? Wat was het daar vol, jongens? Daar langs een ruggie aan rug. Sommigen lagen boekie aan boekie. Er was nog zo'n patty vrij van zo'n meter breed. Oh, en daar lopen wij zo op met een beiden. Dat hadden wij ook niet in de gaten, hoor. Maar dat patty, dat was de grens. De scheiding. Aan die kant van het patty haait gewoon een strand, hè? Maar aan die kant van Patty, jongens. Wat zeg je? Na het strand? Hoe weet je dat zo? Dat kan maar klappen, ja. Want ik zal je vertellen, daar lagen een paar vrouwen, jongens. Die hadden niks anders aan dan de radio. Ik wilde zo recht op, of hè? Giesje, die grijpt me nog zo bij de school. Ze zegt, wat wij Gerrit? Ik zeg, heb die radio wat zachter zeg. Wij zijn daar mooi met een bijen gewoon liggen op de grens. Giesje in de bikini. En ik in striepkorten pak. Ze zegt nog, ik ben man, doe die jas te goed. Ik zeg, ik heb de pokkel verbranden zeker. Ik zeg, de broek, die zou ik wel goed doen.
Ik kan geen kwaad, want ik ga een lange onderbroek aan. Ah, jongen, daar lagen wij in die zon. Die kwam al hoger. Het werd ook al heter, jongen. Toen heb ik het spullen iemand mee die oprolde hier en daar. Hè? Ik denk, dan kan het wat deur tochen. En toen komen wij soms weer in het hotel op de kamer. Hè? En Geesie kijkt me aan. Ze zegt, Gerry, dat lijkt nou niks. Je bent net een zebra. Het waren allemaal strepen, hè? Ze zei, mannen, je moet zien dat je helemaal broen worden, Gerrit. Dat is je veel mooier, want gees, ja, de mannen is wel zien lopen aan die kant van de grens. Die waren helemaal broen. En dat vindt die vrouw niet mooi, hè? Ja, dat vindt ze mooi. Maar ik denk, je kunt mij wat meer vertellen, Geesie, maar hoe moet ik door met aan? Ik heb de hele nacht wakker liggen. En zo ineens, jongens, dan kreeg ik me dan een helder ogenblik. Ik denk, dat doe ik. Ik had dus morgens heel vroeg goed. Naar het strand toe, er was nog geen mens te zien. De zon die begon er net op te komen. En toen heb ik me daar mooi ingraven. De broene stukken in het zand. De kop ook. Ik denk, dan kennen ze mij ook niet. En de witte stukken in de zon, hè? Ik denk, laat er nog maar komen. En ze kwam. Ze kwam, jongens. Al heel vroeg in de morgen. Twee Hollandse dametjes. Met een strandwandeling. Niet naar een stokje in haar, hè? En zo ineens toen bleef ze staan, hè? Want die ene, die zag wat. Ja. Die zag wat. Maar niet veel, hoor. Ach, en die tikte daar met stokje tegen, hè? En toen kwam er schijnbaar wat leem. Ja, want ze greep haar vriendin bij de arm. Ze zei, oh Greta, zegt ze, moet toch eens kijken. Moet toch eens kijken, Greta. Daar heb ik nog mijn hele leven al naar gezocht. En hier grijpen ze in het wild. Heeft ze net wel eens zien? Die tulozen? Lelijke proem, nee? Vrouw die ene, die met die groene jurk aan, die dikke. En zo'n lelijk proem, dat stiet wel achter die deuren. Ze zegt tegen mij, wat moet je hier? Ze zegt, wat moet je hier? Ik woon hier toevallig. Ik zeg, ik wil hier... Nee, ik ook niet tingeren zegt. Kan ik wel aan u vertellen. Ik ben een gezinnenwachter. Ik moet wat doen, want onze plattelandsvrouw bent gauw 25 jaar trouwd. En hoe ik stokken je de leert en hoe denk ik... Als je vanavond toch doen bent met dat gedoe en zo... Nou, dan kan ik toch wel eens hem oefenen, ja. Mag dat wel, hè? Ze weet er niks van. Dan moet ik helemaal brieven kijken, hè? Ik ben Annegies Kik, ja dat ben ik. Ik ben de bazin en dat is erg naar iemand die zin. Vind je dat mooi? Ja, maar dat kan goed, hè? Een gedicht noem me aan, hè? Dat doe ik ook altijd met Sinterklaas. Maak al die gedichtjes voor iedereen. En ik doe het ook altijd als er een trouwend gaat. Dan doe ik al die ABC, dat vind ik ook zo mooi, ja? Dat vind ik jonge lui, vind dat heel mooi, ABC. Dat van A en zo, hè? Ja? Ik les het ook dan bij ons toen. Toen ging onze kruideniers die even een afscheidsreceptie had. En, ja, receptie. Maar hij hield er mee op. Nee, dan was de burgemeester er ook. En toen heb ik ook de ABC dan. Toen zeg je, Annegie, zeg je, wat kun je dat mooi doen? Ik zeg, ja, hè? Ja, zeg je, en ook zo lang, hè? Ik zeg, maar
Het was hartstikke makkelijk, hoor, burgemeester. Ik zei, want hij had alle letters in de winkel. Ja, dat ging zo. Ik heb die wel opstaan. A is van Erpenmeel. Maar, oh nee, verkeerd. A is van Erpenmaal. Nu begint mijn ABC-verhaal. M is van Molenaars kindermeel. Dat glijdt zacht door kindjes keel. Het was wel veel langer, hè? Mijn burgemeester, ik zeg, daar binnen wij allemaal groot van geworden. Ja, ja, zeg je. Ze hebben alle vier. Ja, maar die burgemeester was zo mager aan het latten toen ze bij ons kwam. En nu hebben we zo'n boek, maar dat komt niet van Molenaars kinderen meer. Hij ging naar alle recepties toen, is we goed van innemen. Maar ja, nu is hij weg. Nee, die burgemeester niet. De kruidenier. Enke heette die. En ik kwam zwoensens en dan kwam hij altijd met boogie op aan en vredes bracht hij de boskoppen. En zwoensens ging hij er altijd bij zitten en dan zeg je koffie en dan zeg ik ja, twee. En dan zei hij pudding en dan zeg ik twee. Nou, zo ging bij Tiele Liesje af en aan het einde van het Liesje zei ik altijd en wat lekkers bij de koffie. Hé? En dan kocht ik al die van die koeken. Van Dree Rood en Dree Geel en Dree Groen. Ken je die weg? En die vindt... Mijn Geert vindt die toch zo lekker, die rooi, hè? En dan leek ze een paar koeken op de tafel. En dan kerels doet dat altijd trouwens, hè? Die rapt altijd het hele pak los. Dat is een malle gewoonte van ze. En dan laat hij het helemaal los erop en die groen lust niet. En dan smaanders kunnen ik die dreugen groen nog niet. Wat is nou gebeurd? Ik ben nu naar zo'n supermarkt te West. En daar ben ik klaar met. Ik kom er daar binnen. Ik kijk. Zit die kergjes aan elkaar? En met een ketten? Ik denk, mensen, kinder. Ik vraag aan dat mij bij die kassa. Ik zeg, kun je me er niet in afhalen? Ze zegt, doe u dat zelf maar. En ook, vriendelijkheid is maar alles. Ik heb gekeken, moest je er een gulden in doen. Nou, jij is ook niet duur, hè, een gulden. Wat koop je nou vandaag nog voor een gulden? Toch totaal niks? Het is alleen niet gemakkelijk om de karg iedere keer in en uit de auto te doen. En ik ging altijd naar al die winkel. En toen aan ze bij die duizenden rand ze de stroop 2 cent goedkoper. Die loop ik daar eens in. Nou, en ik datzelfde karretje bij me. Dan kwam die keel naar me toe met een witte jas aan. Hij zegt, mevrouw, u hebt een verkeerd karretje. Ik zeg, ga die fietsen. Ik heb de karretje zelf verkocht en betaald. Zal ik zeker weer terug gaan doen, dat doe ik niet. Ook weken van niks trouwens. Mezelf de groente afwegen. Eerlijk waar? Moet zelf afwegen. In de putten doen? Ah. Ik nog niet wussen. Je kunt toch wel droom kopen voor prijprijs. Ja. Nou ja, maar in ieder geval toen... Ik ben hier natuurlijk niet om de supermarkten te vertellen. Nee, ik was er met mijn gedicht. Ik ben naar hem kijken. Zal ik naar hem en hij die doen? Ja, hè? Ik heb de goede brillen niet op. Mijn naam is Elegie Skik. Ja, dat ben ik. Ik ben de bazin en dat is er naar mijn man's zin. Ik ben getrouwd met Geert en dat is mij hier wat weert. Wij hebben een café en daar zing ik vaker... Hoezee, 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 hoezee. Jan Bart kocht een trekker, een tweedehands ding, voor een prikkie net 500 piek. Hij voelt zich als een prins, als een keizer zo flink. Hij loopt zich in het geet uit de kiek.
Maar het sturen dat er speuling en hij brult als een gek. Een veur aan dat slingerde ran. De zoegers die rammelt een koelwerk is lek. Maar Jan die ontdekt er niks van. Jan wat een trekker met de mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Hij werkt op het land en hij rijdt op de straat. Sint-Pierre die gaat met pensioen. Die trekker zo zeg hij hekbarre gekoop. Maar hij is volgens ons geschikt voor de sloop. Jan Bartef een trekker met een mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Als Jan 's morgens opsteekt om met melken te gaan. En als hij zijn trekker aanzet, dan klinkt er een knal en dan ligt er meteen de buurt klaar wakker in bed. Maar Jan giet en melken met een knap en een stoot. Oh, die trekt zich daar heel niks van aan. Maar de koenen in het land, nou die schrikt zich half dood. En dan wordt er zo wat druger van. Jan Bartef een trekker met een mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Hij werkt op het land en hij rijdt op de straat. Sint-Pierre die gaat met pensioen. Die trekker zo zeg hij hekbare gekoop. Maar hij is volgens ons geschikt voor de sloop. Jan Bartef een trekker met een mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Mee en dat kan hij, zeg Jan kolossaal. Het machinegeen werkt wel voor drie. Hij scheidt ze eraf als een globe zo kaal. Verstoppen, dat is er niet bij. Maar de messen die rammelt, dat doet heuren vergeet. De trekstangen knaggert verdam. De buren schudt heuft en zegt hoe bestiet. Dat het ding nog weer uitkomen kan. Jan Bartef een trekker met een mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Hij werkt op het land en hij rijdt op de straat. Sint-Pierre die gaat met pensioen. Die trekker zo zeg hij hekbare gekoop. Maar hij is volgens ons geschikt voor de sloop. Jan Bartef een trekker met een mee-apparaat. En daar kan hij van alles mee doen. Maar lest op een morgen, het was nogal vroeg. Kwam uit die modder een knal en niks meer. En hoe Jan ook dreide, startte en zo. De motor die pufte niet weer. Een monteur die moest komen, kwam ook direct. Keek eens naar het bult in al te roest. En zei tegen Jan, er is niks aan te doen. Die houdt hem voor altijd wel koest. Jan bad haar een trekker met een mee-apparaat. En daar kun je van alles mee doen. Hij werkt op het land en hij reed op de straat. Sint-Pierre die ging met pensioen. Die trekker zo zeer hij hakbare gekoop. Maar hij was net precies geschikt voor de sloop. Jan wat haar een trekker met een mee-apparaat. En daar kun je van alles mee doen. Jan wat haar een trekker met een mee-apparaat. En daar kun je van alles mee doen. Kun je, ja. Ik was de laatste van 13. En als je bij ons het huis kent, dan weet je wel hoe het allemaal in elkaar zit. Kleine boerderij, rot klein ding.
Maar ik wil hem zeggen, ik heb uitgevonden hoe het ging, hoe wij allemaal geboren bent geworden. Heb ik onderzoek naar verricht. Ik denk, hoe komen wij aan zo'n zooi? 13, moet dat? Ja, blijkbaar wel. Kom bij ons, kwam dat door de spreekwoorden en gezegden, meneer. En de hele boerderij hing er vol met die troep. Allemaal onwaarheden aan de muur. Eigen haard is goud waard. Wie verzint die rotzooi? Ken je onze boerderij? We moesten 2 keer per jaar behangen, anders viel de hele boel om. Boom de koestal. De ochtend stond, heeft goud in de mond. Ik heb het nooit zien liggen. Dus ik was vaak vroeg weg geweest. Wij hadden het vee in beeld als we zaten te eten. Stunt door waar u zit, mevrouw Dorst, stunt onze roodbonte. Hé, die had dormen, stond. Er stunt iets ja, kan u iets gaan verzitten? Ja, nou, dat is wel leuk, ja. Goh, het doet me in één keer alles weer boven komen, ja. Ja, ik heb geen pers voor. Nee, maar dan stonden die beesten dan met de bek vol pers voor, zaten wij aan het brood. Dan zaten we ding. Och. En dan klaag ik erover en dan zei mijn moe, hou toch de mond dicht. Zien eten, doet eten. En die lucht. Hierachter een klein trapje. 4 treden. En als je dan die treden opstapt, dan stond je voor de deur van de werkkamer van Vaarmoe. Vul te klein. Het bed vul te klein. Ook zijn oorzaak. En bon bed nog 2 spreuken. Nou, die hadden er dus nooit moeten hangen. Aan de kant van mijn moe zo'n klein plaatje, wat stond erop? Rust, roest. Hangt dat ding in de schuur, maar waarom moet dat op de slaapkamer, vroeg ik me af. Aan de kant van mijn vaar, zo'n plank, wie zaait zal oogsten nog een jongen. En dan zou je zeggen, waar sta je er slordig bij? Ja, vind je gek? Het is bij ons aan het eind van de week is het altijd verzamelen der kleding. Komt dat door waar u zit, mevrouw, door komt de hele bulteling. Dat moet dan in de grote tobbe, dat wordt gekookt, er komt prut bij. Ja. Met een stok wordt de deur gerammeld. In het weekend wordt het gedroogd, als je mooi weer hebt. Als je slecht weer hebt, dan is het maandags de hele bult alweer liggen, slof. Er is maandags maar 1 boodschap voor de ganse familie, maken dat je bij de bult komt. Ik was van de week vrij laat. Ik heb net de daagse pet kunnen griepen van mijn vader. Ik heb de bretels van mijn grootvader gepakt, want deze box die hoort mij ook niet. Die is van mijn oudste broer. Moet je opletten, hier, dan kun je zo bij deur, hier, wat een ruimte. Ik heb een shirtje aan van een van mijn oudste zusters. Dat kan ik plaatselijk ook niet volkringen. Ik heb nog wat kledingstukken onder aan de voeten. Die bent van een heel ander familielid. Je kunt hier al voor zingen. Ze waren van Oepoe, ja. Ja, maar nou niet meer. Nee. Half jaar geleden liep ze met deze sokken. Want mijn Oepoe die probeerde die dingen met wekkeringen boom te halen. Ja, de wekkeringen bent ook niet meer wat ze waren. En een van die wekkeringen was oorlog verstaft. Dit brek. Die sok die zakt bij Oepoe zo op de klompen. Lup ze op de markt aan. Maar tegenwoordig is dat niet meer dat het vroeger, dat de eerbied was voor de ouderdom. Lup achter mijn Oepoe zo'n jongen van jaren 14, 15 van de technische school. Die schreef mijn Oepoe, nou vrouw, je mag het wel oppassen. Volgens mij is hoe een pot met proemelers gewoon. Wil ze niet meer aan hem? Dan ben ze van mijn moe. Mijn moe draagt ze af. En mijn moe heeft veel vaak gelijk, dat kan ik wel vertellen. Nu, want toen laatst zei mijn moe nog 100 eten. Ze zegt, oh Peer, houd toch, de mond is dicht. Ik loop me de gaten in de sokken. Nou, dat zou ik wel laten zien, hier. Doe ze ook weer naar beneden, want het juk machtig. Ik weet nou pas wat mijn moe daags met maakt. Ik zit op de lagere school, ik zit bij een juf.
Onvoorstelbaar. Wat een dom mens. Vraag alles aan ons. Hoeveel is 28 en 13? Ik zeg, juf, ik houd op 34. Dat is fout, ik zeg, dat was ik. Waarom zeg je het dan? Ik zeg, ja, het is meer. Ja, zegt ze, dat is ook zo. Ik zeg, ja, maar ja. Ik zeg, mijn vaar handelt ook graag. Ik denk, als het te verdut is, het genoeg. Wordt ze nog kwaad ook? Kijk in je boekje. Kijk ik in mijn boekje? Ja, weet wat is een boekje voor, hè? Boekje voor, stit voor 5 jaar ellende in, maar dat wil je niet in jou doen. Bladzijde 5, som 3. Loer op som 3. Ziet er een A en een B, die zitten met een streep aan elkaar. Ik denk, haha, daar kan ze mooi weinig van vrouwen. Maar dan ken je toevallig onze juffrouw niet, want dat is een fantasierijk vogeltje, hoor. Ja, hoor, want ik keek even weer gewoon recht vooruit. Ik denk, dat heb ik al gezien. Toen zegt ze, kijk eens even goed. Een auto rijdt van A naar B. Nou, dan zal zij wel een ander boekje hebben, want ik zie niks. Ze zeggen, die rijdt 100 kilometer per uur. Ja, en dan heb ze te pakken, hè. Dan heb ze te pakken. Dat kun je niet afgapen. Die auto is al lang voor. En van B naar A rijdt een motor en die rijdt 120. Kijk. Ik denk, jaag maar nog meer volk op, hè. Doe maar. Jaag er maar meer volk op. Mee kan niet schillen. Ze zeggen, waar komen ze elkaar tegen? Ik zeg, in het ziekenhuis. Ach, kom nou. Doe. Nee, vrouw had gewoon een goede ding, weet je wel? Ja, hadden we Nederlandse taal. Nederlandse taal is ook moeilijk, hè? En, ja, ik heb ze laatst heb ik de juffrouw een beetje plaagd, hoor. Want toen had ik gezegd dat ik een gedichtje had geleerd. Maar dat had ik niet goed gedaan, geloof ik. Nee. Nee, maar toen was ze heel kwart geworden. Want wij hadden een dagje hadden wij gepland. Nou, ik niet, mijn vaar. Maar je plant niks, hoor. Als ik dat moet plannen, was ik de Noorderwest. Ja, wat is dat nou? Nee, maar toen had mijn vader gepland. Wij gingen een dagje naar het strand. Typisch idee van mijn vader. Einde september, begon oktober. Dagje naar het strand. Dat de hele week had het regend. Was de één dag droog, gewoon wij naar het water. Het hele zootje met, 13 kinderen. Opa met, oma met. Ja, die moet je vooral met, neem die olde. Omoe met de klompman. Oh, die loopt op dat zand te banjeren. De hele ganse dag kun je de klomp lucht gooien. Ja, dan weet ik al precies hoe dat gaat. Dat vul me nog met dat opoe geen blik met nam en een handveger. Ja, ze kan in de keuken ook geen stof zien liggen. Dus al die te vegen met dat gedoe. Dan laat ze een trammel aan dat met vegen. Daar kom ik zo in één keer op, zeg. Oeh, dat was ook wat. Oh, mijn vader met een bult aan de kop komt thuis. Oh, ik zeg, vader, wat is er gebeurd? Hij wil niks zeggen. Maar nu heeft ze zich vergist. Wij hebben buren aan de overzijde van de straat wonen. Vlak tegenover. En er zijn zuinige mensen. Zuinig. Kniepers. Ja, nee, dat kun je direct weten. Maar die vrouw, die veegt nou nog met de handstoffer. Die heeft ze kring toen ze trouwd bent. En ze bent 37 jaar trouwd. Stoppelt ze er nog aan, dit. Maar deur martelen, hè. Tot aan het holt. En dat stoffertje is mijn vader noodlottig geworden. Maar ze waren nu nodig op de koffie. Dat gebeurt ook haast nooit. Mijn vader en moeder zetten in elkaar weer God vroeg, hè. Dan hebben we nog van het eerste zetsel. Ze stort om 9:15 op de deel bij de buren. De buurvrouw bezig de trap naar de heuzolder af te stoffen met die stoffer. Roos, blok lawaai. Mijn vader moet beneden aan de trap. Mijn vader ook onbezoest, zo direct wat zeggen. Die zet dat mens de boom aan de gang. Die denkt, oh, dat wordt weer al de koffie. Dus die schreeuwt ook zo naar de boom. Die zet dat mens bezig met die handstoffer. Die zegt, nou, buurvrouw, daar heb je ook niks te vullen, aan maar op. Kun je nog te gauw wat zingen? Maar goed, wij zullen dus naar het strand. Nou, het hele zootje stunt er. De eerste bus komt eraan. Die man die dat raam luistert, hij stopt er geen eens. Hij zegt tegen mijn vader, moet dat allemaal met? Ja, zegt mijn vader, is allemaal familie. Oh, zeg, dan wacht maar op de volgende bus. Die kan ik niet meer hebben. 6 uur stunt er weer. Dan moet je tot 7 uur wachten. Dat wordt een korte dag. Giet van onze tiet af. En mijn opa met zijn wandelstok aan. Ja, wandelstok. Die heeft zo'n stok uit een bloempot te trekken. Zo'n bamboe ding. Maar die heeft wat evenwichtsverlies. Lopen te tikken daarover, over het trottoir, mijn opa. Kopen weer terug, weer hen, door weer hen. Mijn vader wordt er niet een keer kwaad op. En die zegt, opa, schijt toch goed met dat rottige getikker met die stok van u. En aan zat er een rubber dop aan, dan hoor je dat niet zo. Mijn opa kwaad.
Hij zegt, wat zeg, wat rubberdop? Ik hoop dat jij dat eerder dan aan de oude vorige bus had. We zitten eindelijk in die bus, de kinderen gaan zitten, het was voor mekaar. In één keer een volle kring weer. Oh, en in één keer, toen zag ik het wel. Toen stond er een meneer op en die liet een mevrouw op die plaats zitten waar hij... En die had een kind op de arm, zo'n baby, zo'n... Ze schreeuwt het. En toen zei mijn moe, kijk, dat is nog eens een gentleman. Nou, en van de week, toen de juffrouw zo kwaad op mij was, toen dacht ik het bij de Nederlandse taal. Ik zeg, juffrouw, nou zit je wat ding mee boos te wezen, maar ik heb wel een buitenlands woord, hè? Gentleman. Peer, dat is goed. Weet je ook wat dat betekent? Ik zeg, ja, dat is een meneer die een vrouw met een kind laat zitten. En wat had ik? Strafwerk. Jongen, daar word ik toch niet goed van. Ik barst van strafwerk. Ik heb iedere keer strafwerk. Zegt ze vorige week, waar komen de kinderen vandaan? Ja, weet ik het. Dus ik ga nou, ik denk, de vrouw ik thuis. Maar je hebt er zat lopen. Er moet iemand wezen die het weet. Wie zit aan de tafel, wie zit te eten? En de soep, ja, nee, niks soep. Dat is zondags. We begonnen altijd met eerdappels en als die er een keer ligt, dan komt er een stil moment onder het eten. Dat is het moment dat we wachten of de vlees komt of niet. En op dat stille moment had ik gewacht. Ik zeg in één keer zeg tegen mijn moe, ik zeg, moe, ik zeg, hoe komen we toch aan die kinderen? Het was al stil. Toen werd nog verstil. En mijn moe kreeg het hoofd zo rood. Ik denk, ik kreeg nooit geen antwoord weer. En na 2 minuten begon mijn moe Nederlands te praten. Ik denk, ik heb een hele moeilijke vraag gesteld. En mijn moe heeft uitgelegd. Oh, weet u het ook hoe het gaat? Ja, ongeveer. Nou, dan mag ik het even uitleggen nog, voor er zijn een paar mensen die het niet weten, denk ik. Ja, zo. Nee, toen zei mijn moeder, die zegt, je vader geeft aan je moeder een zaadje, en die... Ja, zo begon het, ja. En die bewaart het op een warm plaatsje, en dan komt er een kindje. Ik denk, zie je wel dat niet zo moeilijk is? Anders hadden we er nooit zoveel hard. Er kwam wel een stukje vlees, maar het was niks, hoor. Dat was niks. En er kwam nog wat groente bij op de tafel. Wij aten spinazie. Ik zal het nooit vergeten. Onze spinazie. We hebben een apart soort. 1 meter lang. Hetzelfde geldt als het hennep. Dan gaat het mis onderdoor. Dat is dan kortsnien. 2 keer door het water in de pan koken. Ruwen. Groen is groen. Eten. Takken zaten erin. Iedere kledder van dat groen. En één keer mijn vaar is er hartstikke secuur op. Wij moeten het allemaal opeten. Mijn vaar die zit... En die gooit zo'n hele prop in mijn moes in bord. En hij zegt, hier, allemaal zout. Ik denk, wat gebeurt hier ondertussen? Opgelet. Ik graai zo dat soort weg. Ik in de bus gestopt. Ik denk, zo soort hekken. Ik denk, nou nog een warm plaatsje. Ik lang over nodig, maar ik heb er wel 2 dagen meer in de zak lopen. En toen bus ik denk, onder de poort van de kachel. We hebben zo'n kachel met van die bolle poort. Daar zat geen mens daar. Dus ik kreeg nog dat soort neer. En ik ging alle dagen kijken hoe het ging met mijn kind. Ach, man, kroop helemaal bij elkaar. Ik wil ze maar niks over. En toen bleef het stabiel. Ik denk, goh, het kan nog wat worden. Ik durf ook niet te vragen hoe lang het moest duren of zo. En na een maand of 3, ik kom thuis. Het was vol zomer. De stoelen lagen buiten op de bleek. De tafel was weg. Ik denk, goh, mijn zout. Mijn moe is aan het oprommelen. Dus ik storm de kamer in. Ik duik op de knieën voor de kachel kijken. Niks meer, zout voort. Ik maak me kwaad. Ik heb die kachel aan het trapt. Komt er zo'n spin onder voor het lopen. Ik zeg, het is dat ik hoe vaar ben, hè? Zag ik hoe doortrapt.
ze elk die blieden wat geniet ze op en top. Alle dagen zie ze rieden met de fietsen achterop. Ja, die gaat weer echt genieten van de prachtige natuur. Je ziet zien die verrennen, die giet niet stappen zijn ter schuur. Met de fietsen op de auto of in de kofferbak. Geniet van de natuur, dat is toch een gemak. 100 kilometer rietsen met de auto in het rond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. Ja, op alle autowegen en elk weg hier binnen deur. Kooi die autofietsers tegen, dat geeft heel de zomer deur. Ze groeten altijd vriendelijk van achter het autostuur. Maar fietsen kik ze strak recht, u dan stuurt ze zo secuur. Met de fietsen op de auto of in de kofferbak. Geniet van de natuur, dat is toch een gemak. 100 kilometer rietsen met de auto in het rond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. Ah ja, die rekken op de auto ben geweldig in dat zit. En het is geloof ik gauw zo iedereen dat er aan mit. Dan te fietsen de contraien en de dorpjes die niet kent. En dan denk ik tussen bij een jonge jong wat bovenwend. Met de fietsen op de auto of in de kofferbak. Geniet van de natuur, dat is toch een gemak. 100 kilometer rietsen met de auto in het rond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. Kilometer rietsen met de auto in het rond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond. En dan tienen met de fiets het jonge, jonge wat gezond.